Het is alsof hij nooit is weg geweest. De start van een veldrit en daar is de driekleur. De nationaal kampioen nog altijd, Lars Boom. Maar die ging toch weg wielrenner worden? Ik heb gezegd dat ik aan de cross zou gaan rijden. En Richard belde mij en dat ik hier gewoon wel kon rijden. Nou, graag. Ja, de grote prijs Richard Groenendaal, maar dan kijk ik naar die sneeuw, dan denk ik, ja, was dat geen excuus geweest? Nee, ik was hier gisteren al, en, omdat het dicht bij huis is natuurlijk ook. En toen was het eigenlijk nog alleen maar groen en was het goed te bereiden. Maar we gaan het vandaag zien, maar dit is wel een van de minste ondergronden die ik eigenlijk wil zien. Maar ja, is niet anders. Ik lig daar niet zo wakker van, dus iedereen vraagt mij dat natuurlijk. Is op zich ook logisch, maar ja, wat hij doet is niet verboden. Dus als ik hem was, zou ik dat ook doen. Hij cross graag en hij kan het natuurlijk ook goed, dus waarom zou hij dat niet doen? Ja, ik geef hem groot gelijk. Hij houdt alleen niet van de sneeuw. Dus misschien voor jou best als dit blijft liggen een weekje? Nou, ik hou ook meer van modder. Maar ik kan op sneeuw ook wel aardig uit de voeten. Maar we gaan het zien. Het blijft natuurlijk een natuurlijk talent natuurlijk. Dus ja, het is mooi dat hij meedoet. En ja, waarom niet, hè? Waarom niet? Maar de grote vraag is, wat kan Boom vandaag? Thijs Al, Bart Arnouts, de jonge Belg in het midden en hier Gerben de Knecht aan de start in Sint-Michielsgestel. En Boom moet helemaal achteraan starten. Want in het veldrijden krijg je punten per wedstrijd. En hoeveel punten je hebt, bepaalt de startvolgorde. Lars Boom op de vierde startrij. En dat is een groot nadeel. Zeker in de omstandigheden zoals die er vandaag waren in Sint-Michielsgestel. Sneeuw. Glibberen, glijden en kijk eens, het hele pak weg, maar nog geen spoor van de Nederlands kampioen. Waar is het rood-wit-blauw? Om de schouders van Lars Boom. Eddy van IJzendoorn pakt de start. Daar begint het gedrang al. Duwen, trekken. Slippen en nog steeds geen rood-wit-blauw. Daar pas de eerste glimp van Boom. En dat is positie 40, 42. En al die mannen moet hij voorbij als hij aspiraties heeft voor vandaag. Het gepiep van de remmen. Ja, zo'n groep veldrijders is als een trekharmonica. Die gaat in en uit bij iedere bocht en steeds maar weer aanzetten. Eddy van IJzendoorn start altijd heel snel. Maar het is Bart Arnouts die daarna het commando overneemt. De kleine Belg, 28 jaar en die rijdt al 9 jaar voor Rabobank. Dat doet ook Gerben de Knecht, de nummer 2 in de wedstrijd. Daar Eddy van IJzendoorn en de nummer 4 van Sunweb is Tijmen IJsing. Pas 18 jaar, de regerend wereldkampioen junioren. En hier het glibberen en het glijden. Arise van de volharding tegen de hekken. En Boom neemt hier toch geen risico. Dat kan bijna niet. En al deze mannen moet hij voorbij. Het is ook een beetje een uitje voor Lars Boom. Hij doet het gewoon graag, crossen. Maar hij heeft toch echt zijn vizier gezet op de Ronde van Vlaanderen in april. De Belgen geloven hem niet. Er waren Vlaamse journalisten naar Sint-Michielsgestel gekomen om te horen uit zijn eigen mond dat hij niet naar het WK zou gaan. Toch een Belg op kop. De enige echte goede Belg die hier rijdt, Bart Arnouts. En dit is het verschil met de nummer 2, Gerben de Knecht. Op de achtergrond Château de Ruwenberg. Kasteel uit de 14e eeuw en al deze renners rijden daar in de tuin. En Boom zit achter mannen die hij normaal nooit ziet. Hij rijdt mee. Hij rijdt mee is de harde conclusie van vader Walter. Want deze man gaat winnen vandaag. Bart Arnouts, 28 jaar, sympathieke Belg. Gerben de Knecht is onbedreigd de nummer 2. Daarachter wordt het nog spannend. Thijs Al is Tijmen IJsing voorbij, maar valt. Tijmen IJsing was op zijn beurt eerder gevallen. Die twee gaan nog strijden om plaats 3 in de wedstrijd. De grote prijs Richard Groenendaal. De naamgever zelf heeft hier de paaltjes in het besneeuwde weiland getimmerd. En Boom kijkt om en berust in zijn lot. Rijdt rond plaats 20. Maakt er een mooie training van. En volgende week is alles anders. Want in Heerlen is het parcours zwaarder. Trappen en klimmen en dalen. Bart Arnouts heeft zijn zegen binnen. Hij won ook al de topcompetitiewedstrijd in Harderwijk. En zal dus dat klassement wel gaan winnen. De Knecht wordt 2, Thijs al 3. En Boom wordt 22ste op 4 minuten. Niemand kan van mij verwachten dat ik hier meteen de koers ga winnen. En, dat had ik ook niet verwacht. Ik ben, op training gaat het goed, op de weg met name. En dan, wat kun je meer verwachten vandaag?